Ja, absoluut. Ja, een zoektocht naar leveranciers, dat is eigenlijk wel een goed topic ook. Dat was ook vrij complex om aan te starten, vonden we. Omdat je daar ook geen ervaringen hebt. Je zit niet in de industrie, je zit niet in de sector. Dus wat wij hebben gedaan, is enerzijds een stuk desk research natuurlijk. Je speurt het internet af en komt op alle soorten websites. En aan de andere kant met aanbieders praten van gelijkaardige producten. Dus bij ons waren er bijvoorbeeld bedrijven die waterdispensers verdeelden, bedrijven die kennis hadden van zogezegde postmixapparaten. Dat zijn toestellen dat je bijvoorbeeld in McDonald's terugvindt, dat je ook een cola uit gaat tappen dan. En dan zo ja, hebben we wat een schets kunnen maken van bestaande producenten of leveranciers van bepaalde producten. Dus dat is één aspect van onderdelen, standaard onderdelen dat je eigenlijk kunt inkopen. En het andere aspect is nog ja, productiebedrijven vinden, leveranciers vinden die eigenlijk zelf een product voor u gaan produceren. Wat ook een zoektocht is, nog steeds ook. Dus nu zijn we eigenlijk in die opschalingsfase bezig. Dus we hebben altijd wel binnen, of ja, binnen Europa. Zij het wel altijd gaan zoeken. Dus assemblage gebeurt ook binnen de landgrenzen. En de meeste onderdelen komen, ik denk dat de verste uit Italië komen dan. Ja. En als je naar productie van sommige onderdelen, welke type bewerking of welke type producten worden er bij jullie of onderdelen worden er geproduceerd? Is er daar ook spuitgieten bij Ja. of zijn het andere dingen? We zijn bespaard gebleven van spuitgieten, of Ja, natuurlijk oké. toch. We hebben dus bewust voor onze casing een sheet metal casing gekozen. Dus ja, dat is metaalbewerking, een plooistuk. Dat kun je al in kleine oplages gaan doen. Dus ja, dat was niet echt de grootste hurdle. Dan hebben we elektronica die op maat gemaakt wordt, kabelassemblage. Bepaalde kritische onderdelen in het mixingsproces, maar dat is ook geen spuitgietstukken op zich die eigenlijk geproduceerd moeten worden. Dus we Ja, hebben heden wat oké. reizen dat we eigenlijk ontwikkeld hebben moeten, of Ja, hebben moeten ja, ja. ontwikkelen. Ja. Ja. Want wat dat bij jullie waarschijnlijk een heel ander verhaal is. Ja, inderdaad. Bij ons, het grootste deel is bij ons enerzijds matrijzen. In volume is dat de grootste aantal onderdelen die moeten gemaakt worden. En dan daarnaast ook wat metaalbewerking. Voor de koperstukjes waar uw stopcontact eigenlijk tussen gaat, uw pennaarden en dergelijke. En die moeten dan ook gesoldeerd worden op een grote printplaat, die eigenlijk de basis vormt van een stopcontact. En ja, voor dat matrijzen bouwen zitten we nu, voor die kunststofonderdelen die uit de mal komen door spuitgieten, dat is nu wel in China bij ons. Omdat we daar. Ja, daar is voor gekeken in België met een aantal producenten. Enerzijds, ja, in België worden er stalen matrijzen gebruikt die kwalitatief beter zijn, waar dat je ook heel wat meer stuks mee kunt doen voordat je een nieuwe matrijs moet laten maken. In China waren dat aluminium matrijzen die we konden ook gebruiken, die een stuk goedkoper zijn, waar dat er minder stuks mee konden gemaakt worden. Maar dan is er wel gekomen, ja, het prijsverschil tussen de twee was gigantisch groot. Ook voor stalen matrijzen in China was het voor ons niet echt een optie om met kapitaal dat er verzameld was, nu al in België matrijzen te laten maken. En ook was er dan in de optiek geredeneerd van oké, we gaan nu met een product zitten dat nog heel veel iteraties gaan nodig hebben, dat nog zeker niet ons definitieve product wordt, waar dat dus ook nog niet nodig is om nu al een stalen matrijs te gaan hebben. Dus zijn we beter dat we echt dit eerste product echt zo goedkoop mogelijk kunnen gaan maken. En dan is ervoor gekozen om in China te werken. Daar is ook via desk research is er daar ook via Alibaba en dergelijke bij fabrikanten terechtgekomen. En is er overal prijs gevraagd. Natuurlijk, het nadeel van dat spuitgieten is dat je kunt geen demo's of samples vragen. Hè. Er moet maar prijs gemaakt worden vooraleer dat ze je de sample kunnen geven. Dus het is echt wel, dat was echt wel een risico om te nemen om een keer een van de onderdelen toch te vragen van goed, kijk, maak daar nu een mal van. Dat gaat dan over de prijs van voor een relatief goedkope mal daar rond de $4.000 of zo zitten. Dat was een risico dat moest genomen worden. En dan is er daar echt wel
allee, geluk mee geweest, want dat was goede kwaliteit. Die mensen zijn ook tot op vandaag, allee, dat is prachtige klantenbegeleiding. De response time van e-mails die gestuurd worden is supersnel. Aanpassingen die moeten gemaakt worden aan matrijzen worden gemaakt zonder dat daar grote kosten voor in rekening worden gebracht. Dus eigenlijk voor ons als start-up die nog met heel variërende matrijzen zitten, die nog op kleine hoekjes moeten uitgeveild worden of een beetje materiaal moet bijgeplaatst worden omdat je onderdelen toch qua dimensies iets veranderen, is dat eigenlijk wel, is dat tot nu toe heel goede samenwerking geweest.